Goedemorgen allemaal, het is vandaag alweer dinsdag. Vandaag is de dag. Het is de fucking dag. Wow, ik was zo zenuwachtig dat ik gisteravond gewoon niet in slaap kon vallen. Ik sliep pas om 1:30. Het is nu 10 uur of zo. Gisteren heb ik de hele dag aan mijn scriptje gezeten. En vandaag is de dag dat ik hem ga inleveren. Ik ga hem zo meteen inleveren, want het is gewoon al helemaal klaar. Ik ben zo zenuwachtig. Ik heb zo'n buikpijn in mijn buik. Oh, maar als het helemaal ingeleverd is dan. Vandaag gaan we gezellig uit eten met mijn ouders. Een lekker pizzaatje gewoon simpel bij Woodstone. En dan gewoon even gezellig vieren dat ik het heb ingeleverd. I'm so happy. Ik ga nu naar beneden. En ik ga het moment filmen. Want dit moet ik natuurlijk wel in mijn leven hebben. Ik ben als de fucking doodsbang dat het gewoon fout gaat. In dat je iets vergeet in te leveren of zo. Daar ben ik echt als de dood voor. Zo. Oeh, kriebel in mijn buik. Oké, verslag hebben we hier. We hebben hier het andere goede verslag. Ik heb het gewoon het verkeerde. Ik heb echt 20.000 versies. Het gaat echt nergens over. Ik ben zo zenuwachtig. Oei, oké. Omdat jongens, het is inmiddels echt 1 uur verder. Ik heb echt alles nog gecontroleerd. Want ik ben echt helemaal panisch. Hij is aan het uploaden. Nee, hij is op 30%. Dat is best wel een groot bestand. Ik ben zo bang dat ik iets vergeet. Ik ben zo bang dat ik iets vergeet. Jullie denken misschien wat een heisa, wat een dramatic gedoe. Maar jongens, jullie beseffen niet. Ik ben gewoon een half jaar mee bezig geweest. Een half jaar heb ik niet van mijn socials kunnen doen. Nou, sinds april, hè. April, mei, juni, juli, augustus, september, oktober. Bijna 6-7 maanden. Heb ik niet kunnen werken gewoon bij mijn Hobbs & Lewis. I can't fucking believe it. Nou, als ik het haal, maar ik ga het halen. I'm gonna make it. Oh my god, hier gaan we. Ik durf het gewoon niet. Ik durf het gewoon niet, jongen. Oké, die leveren. Oké. Oh. Nou, now it's sit and wait. Tot de uitslag. Zo spannend. Oh my god. Ik vind dit zo spannend. Wel goed. Oké, nou, we zijn lekker helemaal back to the life again. Nu ga ik even mijn nagels doen, want het ziet er niet meer uit. Ik ga lekker een herfstkleurtje doen, lekker bruin of zo. En daarna ga ik meteen door sporten. Ik heb mijn sportspullen ook al mee en al aan. En vanavond gaan we gezellig dus even een pizzaatje eten. Om te vieren dat ik mijn scriptie heb ingeleverd. En morgen is mijn vaderjaar, gaan we ook gezellig met z'n allen eten. Donderdag ga ik gezellig naar kantoor. Vrijdag ga ik gezellig met mijn oma uit eten. Nou, helemaal leuk. En heb ik een feestje in de avond. En van het weekend ga ik dus op zaterdag met Stan naar Ajax. Hij heeft dus kaarten. En zondag hebben Stan en ik al 2 jaar. Nou, ik heb helemaal zin in deze week. Oké, jongens. Ik heb dus deze weer gebruikt. Deze had ik bij Look Fantastic keer vandaan. Dus So Brows. En het is voor het eerst in mijn leven gelukt. Het lukte mij nooit. Ik ben er zo blij mee. En deze mascara van Friday. Deze. De Fine and Length mascara. Zo mooi. Ik ben blij mee. We gaan lekker eten. En I have an all black outfit. Goedemorgen allemaal. Het is echt tering vroeg. Nou ja. 7 uur. Wat heb ik voor witte lippen? Wacht, ik moet even wat regelen. Ik kan even niet praten. Het is in ieder geval woensdag en ik ga sporten en gaat niet veel spannend. Alright, het is inmiddels middag en mijn favoriete bestelling van de maand is weer binnen. Look fantastic. Nou, as you can see, I look like shit. En vanavond is de verjaardag van mijn papi. Gaan we gezellig vieren. Dus ik ga me lekker klaarmaken. En dan met de products of Look Fantastic. Dus ik ga jullie even unboxen wat er allemaal in zit. Want het is echt geweldig de belly. Look Fantastic heeft zoveel mooie merken.
Het is elke maand weer een cadeautje om hier te shoppen. Dan ga ik denk ik op een TikTok me klaarmaken. Dus take a look at the TikTok. Dit is trouwens de outfit. Deze cropped trui en dan deze zwarte baggy broek. Ik heb ook mijn kortingscode. Die is altijd hetzelfde. SarahVLF. Kan je altijd gebruiken. En dan kan je dus met korting shoppen bij de mooiste merken. Ja. I need it. Oh kijk, ik vind mijn nagels helemaal cute. Oké. Oké, ik begin gewoon even bovenaan. Als eerst heb ik dus deze. Dit zijn van die mesjes waar je dus heel scherp je eyebrows mee kan doen. Maar ook doe ik mijn snor er altijd mee. Ik heb een beetje snor en dit is heel scherp. En of je dus, ik ben dus allergisch voor wax. Daar ben ik achtergekomen, niet op een fijne manier. Ik ga het gewoon meteen laten zien, want ik ben hier benieuwd naar. Ik had deze ook altijd van AliExpress, maar ja, dat is natuurlijk totaal niet scherp. Dus zo uit. En dan is dit dus... Het is eigenlijk voor painless hair removal. Oké, ik ga het doen. No shame. Oh, dit is zo lekker scherp. Buiten dit zo, maar dit is gewoon geüpgraded versie. Dan heb ik wat spullen voor mijn haar. Want de laatste is mijn haar dus een stuk beter. Doordat ik het dus met deze shampoo was. Onder andere dus deze heb ik ook van Look Fantastic. Kerastase is het. Look Fantastic heeft trouwens ook Olaplex en zo. Dat is ook een hele goede shampoo. En dan ook dus allemaal producten van Kerastase gebruik. Ook van Look Fantastic. Maar ik heb dus op TikTok gezien dat het heel goed helpt om je haar met oliemaskers te doen. En wat voornamelijk goed is, is castorolie. Dus ik ga dit uittesten. Maar dit is gewoon 100% pure castorolie. En ik heb ook gehoord dat ze dit gebruiken voor als je bijvoorbeeld je wimpers wil groeien. Dus castorolie ook wel groeien. En dit is zo'n handig op je haar kan doen. En heel veel olies die hebben dat natuurlijk niet. Wellicht heb je mijn lifehack TikTok al gezien van die borstel dat je je haar zo strak naar achter kan doen. Nu heb ik een upgrade. Want dit zijn dus voor die edges voor je babyhaar. En dit is zo'n chill soort kam. Als je je haar in een staart doet, is het nooit echt mooi. Maar dan kan je dus met zo'n borstel. Sommige mensen doen dit ook met een tandenborstel. Maar deze borsteltjes zijn heel fijn. En dan kan je dat dus met gel doen. Ik heb dus gewoon geen gel in huis. Want mijn moeder gebruikt niet. Vader is kaal. Nou, niet kaal, maar gewoon niet veel haar. Dus dit is een styling gel. En dan kan je dus zo een beetje in dippen. En dan kan je dus zo mooi die babyhaartje werken. En strak maken. Dat als je een mooie sleek, strakke knot of staart hebt, dat je dit kan gebruiken. Another upgrade. I'm upgrading my life. Dan iets heel handigs. Dit is mijn favo. All time favorite. Micellar water voor het afhalen van oogmake-up. Omdat er dus olie in zit gemengd, haalt het heel goed je mascara weg. Je wenkbrauwen. Nog nooit zo'n fijne gehad dus. En dan zag ik dat ze meer het mini hadden. En dat was 2 euro. En ik dacht, die moet ik hebben. Want dit is zo handig voor op reis. Want de grote, dat kan je natuurlijk niet meenemen in je bagage. Dit is toch zo cute. Handig voor weekendjes weg. Er staan 2 weekendjes weg op de planning. Dan een body wash. Coconut sand. Ja, mijn body wash was op. En ik dacht, deze is lekker handig met zo'n pomp. Hapza. Coconut vind ik ook altijd lekker. En ik heb body wash nodig in mijn leven. Mmm, dat vind ik zo lekker. Oh my god. Er zit ook zelf tan in. Ha, dat is helemaal geweldig. Dus het helpt gewoon bij de tan. Dit zijn gewoon dingen die je wil in je leven. Dit kreeg ik er gratis bij. Is dit een Defining Girl Cream. Je kan er dus krullen mee maken. Of het is goed voor je krullen. Ik bewaar altijd het laatste. Het leukste voor het laatste natuurlijk. Glycerolic Acid Toning Solution. En deze heb ik ook viraal zien gaan op TikTok. Een spulletje met bepaalde acids. Wat goed is voor heel veel dingen. Sommigen gebruiken het voor hun haar. Sommigen gebruiken het als deo. Sommigen gebruiken het bij hun oksels, bikinilijn voor ingegroeide haren. Gewoon voor een betere huidsimulatie.
daar ga ik het voor gebruiken. Ik scheur dus alles. Ik doe niet laser. Ik doe niet waxen. Zoals ik zei, ben ik ook allergisch voor waxen. Dus ik dacht, dit is ideaal. Even kijken, wat staat hierop? Ja, het is ook gewoon trouwens voor je huid in de avond. Dus het gaat echt diep in je gezicht. Als een peeling eigenlijk. Maar je kan hier meer over vinden op de website. Hier in de reviews ook al dingen waar mensen het voor hebben gebruikt. En wat het hun ook heeft geholpen. Dus ik zag ook echt veel reviews van dat het mensen echt had geholpen. Oh, dit is ook zo'n handig topje. Iets fucking geweldig. Dit heb ik nog nooit gehad in mijn leven. Een Glam Glow masker. Ah, dit is toch... Ah, ik wil. De herfst komt weer aan. De self-care tijden zijn weer aangebroken. Kom maar uit. Ah, ja. I love this. Ja, dit is echt geweldig. Nou, in ieder geval het Glam Glow masker nu al vies. Dit gaan we niet doen. Dan heb ik een cadeautje voor Stan. Want we gaan zondag 2 jaar met elkaar. Dus wil ik wel een cadeautje geven. Dit is zijn favoriete luchtje in ieder geval. Toen zei ik, oh my god, wat voor luchtje heb je, joh. Toen dacht hij, ja, dat testertje. Ik zeg, die is zo lekker. Dus, die had ik toen voor hem gekocht. Toen een half jaar met elkaar ging of zo. Dus het is Victor & Rolf Spice Bomb Extreme. Deze is, holy shit, deze is zo lekker. Maar hij is dus op en heeft een ander luchtje op. En nu denk ik echt, hoe de fuck are you? Dit ben jij niet. Dit is niet jouw geurtje. Dus ik heb weer een nieuwe. En hij koopt dat gewoon niet voor zelf, dat denk ik nu al. En dan heb ik nog 2 hele geweldige... Hele geweldige dingen. Die heb ik lees voor het laatst bewaard. De MAC Shape Contour Palette. Ik word hier zo, zo enthousiast van, jongens. Je kan me niks blijer maken met dit soort dingen. Dat meen ik. Kleding, leuk. Maar dit. Ah, dit zijn gewoon allemaal dingen die je wil hebben. Dit moet je gewoon. Nou, deze ken ik ook. En deze ziet er ook gewoon geweldig uit. Super mooi. Contour palet. Lekker grote spiegel. Kijk, zo ziet het eruit hier. En dit is gewoon ideaal als je op reis gaat. Ik maak ook heel veel vriendinnen op en andere mensen op. Dus dan komt het perfect uit. Dan heb je voor iedereen een goed passende kleur. En dan hebben we de Bobbi Brown Foundation Stick. En ik heb deze dus in een donkere kleur gekocht. Zodat ik dit als cream contour kan gebruiken. En nou ben ik hier zo, zo benieuwd naar. Dus dit ga ik zo weer uittesten. Oh ja, dit ziet er al heel smooth uit. Ik denk dat dit mijn nieuwe favorietje gaat worden. Ik heb hem in de kleur Almond. Neutral Almond. Nou jongens, dit was het. Dit is toch helemaal geweldig. Dit was de haul. Vergeet niet mijn kortingscode Sarah VLF te gebruiken. En dan krijg je de super korting op deze geweldige merken. Mijn vader is namelijk jarig, dus ik ga me maar even zo'n kamp maken. De link staat in de beschrijving. As you know. En een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag... Zo. Vandaag is een helemaal matchje met mijn outfit. Deze broek zit echt ziek laag. Maar dat komt omdat hij dus veel te groot is. Dus eigenlijk zakt hij gewoon alleen maar af. Maar ik vind de broek dus wel gewoon echt heel leuk. Het is een donkerbruine leren broek. Dus ja, het kan. Het kan net aan. Vandaag ga ik gezellig naar kantoor. Ik heb meetings. Ik ga weer werken bij management. Daar heb ik ook stage gelopen. Was ik eigenlijk al aan het werk in het begin van dit jaar. Maar ben ik dus even gestopt. Doordat ik ging afstuderen en vakantie had, weet ik het allemaal. Dus ik ga daar nu weer part-time werken. Helemaal zin in. Nu gaat het leven beginnen. Ik ga daar dus 2 dagen werken. Misschien 2,5 dag ligt eraan of ik in Amsterdam woon of niet. Ben ik nog steeds naar bezoek. Maar het is allemaal niet zo makkelijk. Ik ga me nu klaarmaken. Ik twijfel erg over deze broek, want hij zit dus... Is ja raar. Zo. Nou ja, ik ga nu even een beetje opmaken en dan ga ik zo meteen naar kantoor. Oh ja, dan heb ik dus meetings over kwartaal 4 en over mijn rol daar. Dus ja, daar heb ik echt helemaal zin in. Ik ben bij de parkeergarage en ik heb net even geparkeerd. Heel die PNR staat vol, dus ik sta nu bij een ander. Dan moet ik echt fucking ver lopen, daar heb ik geen zin in. Maar het moet. Oh, we zijn er. We kunnen hier wel mooi de outfit of the day filmen.
broek, naked, truisje, kel. Jasje, naked, tasje in, schoenen, naked. Nou, ik ben gezellig op kantoor. Was ik al een tijdje, hebben we net lekker geluncht. Nu ga ik meeten met C en meer. En wat dus heel leuk is, omdat ik hier dus weer kan werken, gaan we een office makeover doen. Komt een bureau bij en nieuwe stoelen. Dus dat gaan we ook vandaag in elkaar zetten. Dus dat ga ik jullie allemaal laten zien. Oké, dit is de before. Hier hebben we dus drie... Zo kut zijn om in elkaar te zetten. Ja, dit gaat zo kut worden. We hebben hier dus één grote en hier drie kleine. Dus hier komen zo twee bureaus. Want we hebben dus één bureau erbij. En drie stoelen van die. Deze stoelen zijn echt de bom. Dit viel ergens de hele tijd. Oké, maar dus hier komen dus dan twee zo. Wat is je mening over deze stad? Live op camera. Ja, ik vind het niet lelijk. Ik vind het ook niet lelijk. Ik vind het niet lelijk. Dus op? Nee, ik ook niet. Oh! Nou, we did it. Het was even gedoe, want we hebben ook geen bor. Maar, het ding werkt gewoon. We hebben het ook al getest. Dus we gaan hem nu even omkeren. Kijk, die kant op? Ja. Oh. Nou, wauw. Nou, hij haalt die uit elkaar. Hij doet het. So we did it. Oké, we gaan nu even organiseren. Ja. Ja, deze is nog stabieler. Oh, we hebben het hartstikke goed gedaan. Het gaat echt fucking goed. Ja. Oké, okay. De camera batterij is leeg, dus dan maar verder op de phone. Status is dus, we hebben nu drie grijze stoelen. Dan hebben we, kwar. Hoeveel, hebben we maar twee zwarte? Ja. Oké, twee zwarte. En we hebben dus nog een grijze, dus hier komen de vier grijze. En dan komen die twee zwarte dus hier en deze gaan weg, want deze zijn kut. Thanks, flexjespot. Nou jongens, dit is echt... Nee. Dit is toch helemaal cute. I love it. Oh, het is wel bij de bonnetjes tijd, hè? Oké, het is heel good. Ik dus, mijn camera is dus leeg, omdat ik al die... noem je dat? Wacht. Omdat ik al die timelapse heb gefilmd, maar... Het is nu bijna 5:30. Ik ben in mijn auto en ik ga nu naar huis rijden. Echt zo ziek blij met de bureaus. Je gaat ze vaak vaker zien, want ik ga vanaf nu lekker part-time werken. Daar heb ik zo zin in. En ja, ik moet hier echt allemaal rondjes zo naar beneden. Fucking kut. Het link staat in de beschrijving. Je kan ze shoppen bij Flexispot. Ze zijn ook verstelbaar, dus je kan er ook achter staan en zo. En die stoelen zijn ook echt niet normaal. Dus ik zal nog even shots ertussen doen. Ik ben er echt blij mee. Iedereen op kantoor is echt vet, vet dankbaar voor die bureaus en die stoelen. Want hadden ze dus al en waren echt helemaal fan. Dachten dat we dit moeten hebben. Hoeveel rondjes moet ik nog naar beneden? Even serieus. Oh, hier kan ik eindelijk weg. Adios. Okay, guys, remember last week when I talked, waarom ben ik het Engels aan het praten? Toen ik het vorige week dus had over mijn achtergrond en ik ben eruit. Dit is hem geworden.
I love it. Gewoon lekker beige en neutral, minimalistisch. I love it. Met een kalender, to-do, notities, work, personal. Hij staat te cool. Let's see. Voor 12 euro voor 3 maanden. Dus voor kwartaal 4 van 2022. Dus zo ziet hij eruit. Je krijgt dus ook die mapjes erbij. En dus achtergrond van oktober, november en december. Dus hier heb je dan oktober, november en december. Wil je ook een georganiseerd, gestructureerd leven? Check de link in de beschrijving. En de pinned comment staat hier ook in. En dan kan je het ook bestellen. En support me. I would love it. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik heb vanzelf bruiner gedaan. Dus ik ben weer veel bruiner. Ik heb dit geweldig sportsetje weer aan. En we gaan sporten. Zo, mijn stem. Even wakker worden hoor. Koffietje. Dan gaan we lekker sporten. Hallo allemaal. Ik ben lekker gedoucht. Lekker mijn haar gewassen, helemaal gefeund. Weet ik het allemaal. Ik heb de hele middag TikToks geëdit. What a life. Het is nu 4 uur. Ik ga nu een andere TikTok filmen. Voor Look Fantastic. En vanavond ga ik gezellig uit eten met mijn oma en mijn broer. En vanavond heb ik de verjaardag van Merel in Amsterdam. Dus daar moet ik ook nog heen. Maar daar ga ik denk ik gewoon lekker met de auto. En ik ga me even lekker opmaken. Helemaal zin in. Helemaal chill. Yes, yes, yes. I'm totally ready. De enige ding wat me irriteert is dat ik dus van die soap brows heb. Maar de soap blijft niet zitten. Ik ga dus uit eten met mijn oma en mijn broer. En daarna ga ik naar de verjaardag van Merel. This is the look. Black and blue. Gewoon best wel simpel. Nou, de jas gaat sowieso uit. Dit had ik trouwens van de week ook aan met uit eten. En ik vond het zo leuk. Ik dacht, ik ga het nog een keer aan doen. Maar dit blauw is meer voor de cute. Nou ja, nu ik het zo zie, heb ik eigenlijk helemaal geen zin in deze soort blauwe tas. Ik ga even iets anders zoeken. Ik doe denk ik gewoon dit soort tasje. I like it more. Nou, let's go. Alright, ik ben er al. En mijn broer is er nog niet. Ik ben op hem aan het wachten. Hij heeft mijn oma ook gehaald. Ik irriteer me zorgen aan die wenkbrauw. Ik vind het heel leuk. Maar het blijft niet goed zitten. That annoys me. Maar ja, wel echt zin in het eten. Ga lekker biefstuk eten en zo. Lekker. Omi. Zaterdag. Gisteren was het verjaardag super gezellig. Maar ik heb wat gevlogd op mijn telefoon. Want ik was ook een vlogcamera vergeten. Ik ben vandaag echt fucking chagrijnig. En ik weet niet waarom. Gewoon alles irriteert mij zo ziek erg. Ik word gewoon. Ik kan echt niet tegen iemand praten. Want ik word gewoon fucking geïrriteerd. Maar goed. Ik ga vanavond wel iets leuks doen. Dus ik hoop dat als ik er ben dat het gewoon gezellig is. Ik ga namelijk voor het eerst in mijn leven naar een voetbalwedstrijd. Ik ga samen met Stan naar Ajax. Ik ben super benieuwd. Dus echt super leuk. Helemaal zin in. En daarna gaan we even kijken wat we gaan doen. Misschien naar huis of een drankje ergens doen. Nou, we zien het wel even. Maar ik ben nu onderweg naar Stan. En dan gaan we samen naar de arena rijden. Dus ja, Stan heeft heel vaak Ajax kaarten. Dus hij zei, ik kom wel een keertje mee. En morgen hebben we natuurlijk 2 jaar. Anniversary. We gaan een weekendje naar Rotterdam. Maar dat gaan we dus later in oktober doen. Dus, ja, in oktober. Dus, ja, dat komt nog. Maar we gaan wel gezellig samen vanavond en zo. Dus, helemaal leuk!
Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Het is 11 uur. Een beetje uitgeslapen. Gisteren was AI ook echt super leuk. Echt een keer leuk om mee te maken. Ik twijfel een beetje wat ik vandaag ga doen. Want ik heb dus niks te doen. Ik dacht misschien aan iets bakken. Vanavond ga ik sowieso koken. Maar ik ga eerst even lekker douchen. Mijn haar is echt een soort touwerig. En ik wil het even lekker wassen. Dus dat gaan we doen. En ik denk dat we gewoon lekker gaan chillen. Misschien een maskertje op of zo. Gewoon even lekker chill zondagje. Alright jongens. Ik ga toch niet douchen. Want ik ga vanmiddag nog even sporten met Stan. Dus dan dacht ik, anders moet ik weer twee keer douchen. Ik heb even een outfitje aangedaan. En ik ga naar de supermarkt. Ik ga vanavond shrimp tacos maken. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik ga een pumpkin pie bakken. Ik had echt zin om te bakken. Dus ik dacht, ik ga lekker een pumpkin pie. Iets wat ik nog nooit heb gemaakt. En echt super herfstig is. Maken dus. Ja. Oh my god jongens. Dit is zo dom. Ik kom hier bij de supermarkt aan. Is pas om 12 uur open. En het is nu al 11:45. Dus we hadden net 11:45. We kunnen nu nog maar een paar minuten wachten. Maar hoezo is dat pas om 12 uur open? Want dit is zeg maar gewoon de stad Alfa. En het dorp waar Stan woont. Daar is het al 9 uur 's ochtends open. Hoe de supermarkt hier pas om 12 uur open? Ik snap het niet. Sad life. Oké, jongens. Ik heb dus die pumpkin pie taart gemaakt. Beetje mislukt. Nou ja. Het zou waarschijnlijk vast wel goed smaken. Alleen is een beetje verbrand. Want hij moest 1 uur en 20 minuten in de oven. What the fuck? Maar kijk, hij is dus nu zo. Dus dit is dus helemaal verbrand. En het staat ook omhoog. Dus als hij is afgekoeld, dan haal ik dit er gewoon af. Maar hier is hij wel echt goed hard geworden. Eerste keer, weet je, mag het mislukken. Maar ik laat hem nog even overstaan. Want ze zeggen dus dat je hem 2 uur in de oven moet laten afkoelen. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Ik heb het nog nooit gegeten. Het beslag smaakt wel lekker. Vanavond ga ik shrimp tacos maken. Dus ik heb hier lekker wrapjes. En ik heb allemaal lekkere dingen voorbereid. Ik heb hier in de garnalen. Die zijn al de hele dag aan het marineren. Het stinkt naar knoflook, maar wel lekker. Dan heb ik een salsa gemaakt. Met rode ui, tomaat en peterselie. Ik heb een super lekker mango sausje gemaakt. Met yoghurt en kruiden en heel lekker sausje. Dan heb ik hier limoen en feta. En dan garnalen. Dus dat wordt helemaal lekker. Dus ga ik lekker koken. Het is nu 5:10. Ik ga eventjes sporten. In ieder geval, ik ga even yoga doen. En ja, dan ga ik daar lekker koken. Echt super chille zondag. En het is echt mooi weer. Dus ik denk dat ik lekker op de scooter naar de sportschool ga. Oké, we hebben lekker gegeten. En ik ga nu de pumpkin pie proeven. Zo ziet hij eruit. Dat serveer dus met slagroom. Ziet hij er op zich best goed uit. Hij is in ieder geval wel stevig. Dus ik ben benieuwd. Ik ga het proeven voor jullie. Speciaal voor jullie. Pumpkin pie, dat zie je altijd in Amerika met Thanksgiving en zo. Zit je echt even te vloggen? Ja. Schattig. Mmm. Wat voor slagroom is dit? Gewoon, opgeklopte. Niet uit zo'n bus? Verse, nee. Nee, dat proef ik al. Dat doen we niet aan. Het smaakt echt naar herfst. Ja, naar pompoen en kaneel. Dat is toch gewoon herfst? Wat lekker. Heel goed. Ja, dit is echt een goed herfsttaartje. Pak lekker. Oeh. Gemaakt omdat we 2 uur samen zijn. Daarom. Ja. En je vindt het gewoon leuk. Mm-hmm. Het is binnenin wel een soort zacht of zo. Ja, het is ook zacht. Mm-hmm. Ik heb gewoon een deeg gemaakt en dan die vulling.
twee losse recepten, maar je moet gewoon googlen en dan kan je wel in de pumpkin pie recept. Heel een beetje aanbranden. Hmm. Ja, dit ga ik echt vaker maken. Ik vind het echt een, wel echt een herfsttaart. Jij? Ja. Door die kaneel en zo. Maar wel lekker. I like, approved. Oké, het is weer maandag, dus ik hoop dat je het een leuke week vlog vond. Ja, gisteren heb ik echt een super leuke avond gehad nog met Sam. Lekker gekookt en lekker serie gekeken. Ja, we gaan dus nog een weekendje naar Rotterdam om echt te vieren dat we weer samen zijn. Maar nu hadden we gewoon een gezellig avondje. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden kijken. Vergeet zeker niet te supporten, like, abonneer, volg. Zo, ik ben wit. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!